Hoi. 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 Hallo allemaal. Hey mensen. Hoi. Hallo allemaal. Hey hoi. Hey allemaal. Hoi allemaal. Hoi kinderen van Nederland. Mijn naam is Milan. Ik heb leuk nieuws, want er komen weer Kinderen voor Kinderen uit die staan. Ik ben Sam. Ik heb 2 jaar in Kinderen voor Kinderen gezeten in koor 37 en in koor 38. Dit gaat over oma, want oma is bekend. Ik vond het heel erg leuk om op te treden en om nieuwe vrienden te leren kennen die dezelfde passie delen als ik. Ik ben Niam en ik heb bij Kinderen voor Kinderen 38 gezeten. Stampel met wat paksoi. Ik vond het echt super gaaf om bij Kinderen voor Kinderen te zitten. En ik vond optreden een van de leukste dingen om te doen. Ook heb ik super gaaf videoclips mogen opnemen, zoals de videoclip voor Gruwelijk 1. Ik ben het niet de ronde en ik heb bij Kinderen voor Kinderen 34, 35 en 36 gezeten. En misschien herkennen jullie me nog van mijn solo's bij Waarom Moet Ik Gaan, Boom Boom, Klimaat op 10 en Muziek Luister Dromen. Want de gezonde aarde, dat is in ons te lang. En zoals jullie weten komen de audities er weer aan. En we zoeken natuurlijk ook weer jongens. En bij Kinderen voor Kinderen ga je heel veel leren over dansen, zingen en natuurlijk ook het optreden. Mijn naam is Samir Kadir. Ik zat in Kinderen voor Kinderen 36 en ik zong het nummer Ramen Waar. Come on! Yeah! Let's do it! Ik heb super veel leuke herinneringen aan dat jaar overgehouden. En ik moedig iedereen aan en vooral de jongens thuis om auditie te doen voor het nieuwe seizoen van Kinderen voor Kinderen. Ik ben Meis, ik ben 15 jaar en ik heb 3 jaar in Kinderen voor Kinderen gezeten. Ik heb onder andere gezongen in de liedjes Energie, Voor Altijd Jong en Echt Niet Verliefd. Ik kan niet concentreren, met het slechte gevoel door me heen. Ik heb hier leuke mensen ontmoet, gave shows mogen doen en het was altijd super gezellig met de andere kinderen. Ik ben Simon en ik ben 12 jaar en ik zat in het koor van Kinderen voor Kinderen in koor 37, 38 en 39. En wat ik altijd het leukste vond bij Kinderen voor Kinderen was de gezelligheid. En de shows vond ik ook altijd echt te gek. Ik heb er 2 jaar bij gezeten en ik heb alleen maar leuke dingen meegemaakt. Dus als je dat traject ook wil meedoen, moet je zeker auditie doen. In Niels hier, ik zat een aantal jaar geleden bij het Kinderen voor Kinderen koor. Namelijk in koor 35, 36 en 37. En ik zit nu in de boyband Force. Volgens mij neem ik de tijd om goed te eten. Ik ben Amit. Ik heb 2 jaar lang in Kinderen voor Kinderen gezeten in koor 38 en 39. En zit op de scheppen over wie het beste weekend had. Ik ben Kjan. Misschien ken je me nog wel van koor 37, 38 en 39. Zat wat te chillen, even lekker rustig aan. Toen mijn pa opeens zei, ik heb een nieuwe baan. Wat ik het leukste vond aan Kinderen voor Kinderen was alle gezelligheid met alle kinderen tijdens de repetities en natuurlijk de grote shows die je mocht geven. Ik ben Miguel, ik ben 12 jaar en ik zat bij Kinderen voor Kinderen. Waarom Kinderen voor Kinderen zo leuk is, ja, je maakt gewoon nieuwe vrienden en je leert echt veel zingen en dansen. Mijn naam is Kai van der Voort en ik heb 13 jaar geleden alweer heb ik in Kinderen voor Kinderen gezeten. En daar heb ik een solo nummer gehad en dat was De Liefste Oma van de Wereld, waar ik nog steeds heel erg trots op ben, moet ik zeggen. En dat ik heus echt niet vergeet hoe zij mij altijd heeft verwend. En wat ik het allerleukste vond aan Kinderen voor Kinderen is dat je op jonge leeftijd mag zingen, mag dansen met zoveel gezellige kinderen om je heen, wat al heel snel echt vrienden worden. Het leukste aan Kinderen voor Kinderen vond ik toch wel echt de gezelligheid. En het is een hele vriendengroep ook. En ik heb heel veel dingen geleerd, dus het was een hele leuke tijd voor mij. Ik heb echt een superleuke tijd gehad bij Kinderen voor Kinderen. De shows waren altijd superleuk en de gezelligheid met alle kinderen. Ik heb er ook 3 Platina Awards aan overgehouden. Superleuke ervaring en kijk waar ik nu sta. Ik heb er echt superveel van geleerd. Oh, ik ben Luc, oud-koorlid van Kinderen voor Kinderen. Ik heb het naar mijn zin, doe gewoon mijn ding. En dit is een oproep naar alle jongens uit heel Nederland die houden van zingen, dansen, plezier maken, nieuwe vrienden maken en optreden. Want je kan je weer inschrijven voor Kinderen. Dus doe dat vooral, want het is echt een hele leuke ervaring. Ja, als ik jullie was, zou ik je opgeven. Dat kan vanaf nu. En dan zit jij misschien wel in het allernieuwste Kinderen voor Kinderen koor. Hoe vet is dat? Het is een ervaring om nooit te vergeten. Hou je nou ook van dansen en zingen? Meld je dan zeker aan voor de audities. Meiden, maar vooral ook jongens. Ik wil nog één ding zeggen. Dit is echt heel belangrijk. De jongens, alle jongens in heel Nederland moeten zich aanmelden. Die boys, de jongens, die hebben echt nodig. Meld je aan voor Kinderen voor Kinderen. Juist als jongen is het superleuk om dit te doen. En ook hartstikke stoer als je dat durft. En meisjes moeten zich ook gewoon aanmelden hoor. Dus schrijf je zo snel mogelijk in voor de auditie van Kinderen voor Kinderen. En dan wens ik jullie alvast heel veel succes op de audities. Dus ja, succes. En wie weet zit je dan binnenkort in dat Kinderen voor Kinderen record.